Hey daar jongens en meisjes, welkom bij een nieuwe video van mij. Vandaag ga ik iets anders met jullie doen. Ik ga jullie namelijk meenemen in wat ik vandaag eigenlijk wel niet allemaal heb gedaan. Dus jullie zullen me niet meer zien voor de camera in deze video. Jullie zullen met mij een dag meelopen in het leven van Julian. Enjoy en dan zie ik jullie allemaal terug naar de video. Ik ben net op school. Ik had voor echt anderhalf uur ben ik naar school gekomen. Ik had namelijk net een hoorcollege over politicologie. Fine! Ik heb jullie daarvoor niet kunnen meenemen, want ja, media niet toegestaan behalve een laptop. Vandaag is heel simpel. Ik ga als eerst een thumbnail nog maken, want die moet ik nog maken van mijn video. Ga ik zo meteen denk ik even de stad in. Gaan we de stad in? Ja, we gaan de stad in. Ja, we gaan de stad in. Maar voordat ik de stad in ga, wil ik natuurlijk wel te eten hebben, want anders heb ik echt heel veel honger. En eten in de stad is hartstikke duur als student. Kom, we gaan naar het seksmuseum. We zijn momenteel nu in de Burger King, want we hadden gewoon echt heel erg veel honger. So we have chili cheese nuggets, we have a large Coke, we have some Swiss fries, we have a mozzarella burger. Nee, ik heb een Albert Heijn to go nodig. Zullen we naar de zuster in de groene? Zullen we hier koffie halen? Ik heb zin in koffie en donuts. Julian. Yeah. Let's go to the beach. Each, let's go get away. Yeah. Oh ja, trouwens. Ja, hi. Hi. Dus ik ben wel echt klaar met vandaag. Ik wil heel erg graag naar de tram. Want ik lijk letterlijk Niagara Falls op my face. Dus het zou best wel fijn. Ga niet dichtbij. Don't. Yeah! Oh. Oh, oké. Okay. Wacht, dat is onze tram, hè? Yeah! Gaat op, hè? Gaat op. Yeah! Oh, mother. Welcome to Julian Travels. Thank you for joining us on this tour through Amsterdam. If you look to your left, you can find the Holland Experience. When you look to your right, you can find all the amazing boats. We learn a theme. Now guys, it's best wel donker hier. Kijk, hoe fix ik dit? Oh, kijk, er is belichting. Sorry. The regular piano chablam op Centraal, zoals always. Mensen die geen tijd hebben of geen wifi, die gaan dan gewoon maar piano spelen. Is het... Geen tijd hebben. Gaan ze juist niet. Ja, sorry. Dat bedoel ik. Te veel tijd hebben. The regular. Mensen die houden van muziek en graag willen samenkomen en houden van cultuur. Ik vind het super tof. Muziek verbindt mensen. Ja. Niet mij. Weet je wat mij verbindt? Voedsel. Ik ben momenteel in de trein nu. Ik kan niet veel meer verder gaan filmen. Want ik zit nu in de trein. En dan zie ik jullie allemaal wel weer wanneer ik thuis ben. Oké. Okay. Het is momenteel echt al iets van 4 uur verder of zo. En ik viel daar in slaap. Dus vandaar dat ik best wel een tijdzone heb geskipt. Maar dat maakt niet uit, want nu kan ik eigenlijk beginnen met de saaie dingen wat een student moet doen op een dag. En dat is als ze deadlines halen, want anders haalt hij zijn opleiding niet. En dan eindigt hij ergens in een goot achter een nachtclub. En dat willen we niet hebben. Hey guys, jullie zitten nog op school. Ik zit op een tropisch eiland. Wat zielig, ik hoop dat jullie snel vakantie hebben. Groet uit Hawaii. Oké, ik ga heel eerlijk met jullie zijn. Het is alweer 11 uur 's avonds en ik heb mijn schoolwerk nog steeds niet af. Maar weet je wat, iemand heeft gewoon slaap nodig. Sommige dagen heb je gewoon van die dagen dat je denkt van, ik ga gewoon relaxen. Want dat moet ook gebeuren. Als jij niet relaxt, dan eindig je gewoon ergens met een hoofd vol met zorgen en stress. En dat wil je ook niet hebben. Door de stad lopen is iets wat ze allemaal natuurlijk doen. Of het nou Nederland is of internationaal. Wil je namelijk een video zien van Michelle die door Londen loopt? Klik dan hier. Wil jij de rest zien van onze YouTube video's?
Klik dan hier. Ik wil jullie wel bedanken dat jullie mee hebben gekeken naar mijn dag. En dan zie ik jullie allemaal natuurlijk weer volgende week dinsdag op dit kanaal om 4 uur. Dank jullie wel en joe!